for this. Hoe loopt het toernooi tot nog toe? Eigenlijk gaat het tot nu toe heel erg goed. We hadden gisteravond wel een team die een beetje laat aan is gekomen vanwege wat vertraging. Maar in principe, iedereen is aanwezig en de wedstrijden gaan goed. Het is al heel spannend, veel gelijkspellen en ja, eigenlijk gaan we allemaal hartstikke tevreden. Is dit voor jullie nu het spannendste deel van de organisatie, dat je alle teams ook nu daadwerkelijk in de hallen hebt? Ja, ook wel. Maar ook wel het moment dat we de Amerikaanse teams ophalen vanaf Schiphol of de bussen er zijn. Dat alle 180 Amerikanen mee kunnen in de bussen. Dat is ook wel heel erg spannend, kan ik je vertellen. Er gaat natuurlijk een tijd aan voorbereiding aan vooraf. Wanneer begin je daar nou mee? We beginnen ongeveer eind augustus met de eerste voorbereidingen. Teams uitnodigen of ze willen langskomen. Daarnaast ook de vrijwilligers vragen of ze weer willen komen. Scheidsrechters, het contact met Amerika start dan op. Dus het is toch wel een aantal maandjes werk. Nou, nu zijn we volop bezig, want het is alweer voor de 18e keer hè, dat we het hier in Schiedam hebben. Het is de 17e keer in Schiedam. Het bestaat al 21 jaar, maar de eerste 4 jaar is in Frankrijk geweest. En daarna zijn ze naar Nederland gekomen, dus nu 17 jaar al in Schiedam. Hoe loopt die samenwerking met bijvoorbeeld onder andere de gemeente Schiedam? Nou ja, zeker dit jaar hebben we veel contact gehad. We hebben daarin ondersteuning gehad, een tv, commercials, leuke spandoeken die ophangen. En daarnaast is ook de wethouder langsgekomen om de eerste bal te gooien vrijdagavond. Dus eigenlijk gaat dat supergoed. We kunnen elkaar mooi helpen en dat is alleen maar fijn. Nou, dat is goed om te horen, want ik denk dat het voor een stad als Schiedam ook leuk is als je zo'n toernooi binnen hebt. Want ja, je zei het net al, we spreken toch over een internationaal toernooi. Ja, absoluut. We hebben natuurlijk een team uit Groot-Brittannië, een team uit Tsjechië en 6 teams uit Amerika. Dus er lopen aardig wat verschillende internationale speelsters rond die ook in Schiedam af en toe een rondje lopen. Dus hartstikke leuk. How is the team doing now here at the tournament? We lost our first game, but then we just won the second one, but we just lost that one. We made a comeback, but we just didn't get enough runs in. How do you go with what kind of goal are you playing this tournament? Well, I mean, at this point, we're like trying to get like 9th through 16th. We want to like obviously get 9th place. We want to try to be the best that we can be in the bracket that we're in. So, I can imagine that it must be difficult for you because you're not playing with the team you're playing outdoors with. You're playing with some players from outside your team. I mean, at first, because we kind of met up in the States, we had Queen of the Diamonds South, and we all met up there, so we kind of got to know each other, so now that we come here, it's kind of like a meetup again, and it's not as hard as it was before, now that we all know each other and our personalities. It's really nice. Have you seen something of Schiedam beside this sports arena? Yeah, we went to Amsterdam yesterday, actually, and we walked around and like ate a lot of food. The food is so good. It's not good to sport to eat a lot of food. I mean, with all the walking that we do, it kind of helps. But, you know, I'm still, it's only like a weekend or a week. So, you know, it's a little. It's some field out. You go out. Okay, you can say that. Mm-hmm. Yeah, we go out like every once in a while, normally back in the States, but it's nice here because we just get to walk around and explore. So, what's your impression here from the Netherlands? I love it a lot. I love the architecture and like I love the desserts and the fries, and they're just all so good. Now you're playing this tournament today and tomorrow. Mm-hmm. After tomorrow, will you directly go back to the States, or do you plan to stay here elsewhere in Europe? Actually, we're going to Paris Sunday. We leave right from the tournament and we have to go on a bus, and I'm excited for that. We're going to be there for a couple of days. So, also to play a tournament? No, just to like travel and, you know, tour. So. Eurostars doet al meerdere jaren mee. Vorig jaar zijn we eigenlijk met een nieuw team begonnen. Aantal oudere speelsters gestopt, een paar jonge meiden erbij, en toen hebben we hier weer meegedaan. En met een nieuwe ploeg verdienstelijk 7e geworden vorig jaar. En nu zojuist de tweede ronde bereikt, dus dat is mooi om te zien. Is dit voor jullie ook alweer een goede voorbereiding naar het nieuwe seizoen straks toe? Ja, het is zeker ook een voorbereiding. Nou moet ik wel zeggen, indoor is gewoon een heel ander spelletje dan outdoor. Wat vooral heel lekker is, wij beginnen in november, december met trainen. En je hebt hier gewoon even een onderbreking van de zaalmuren die heel erg op je afkomen. En het is gewoon lekker om hier te spelen. Dan ga ik even naar Britt toe, want je coach geeft het net al aan. Het is toch iets anders softball binnenspelen. Waar zit nou het grootste verschil in?
Het is vooral dat het veel sneller gaat. Je begint hier 1-1 en normaal is dat gewoon 0-0. Maar hier gaat alles zo snel. Als je 2 keer het plafond raakt, ben je uit. Maar gewoon op het softballveld kan je oneindig foutballen slaan. Is het voor jou toch ook wel weer een goede voorbereiding straks naar het veldseizoen toe? Dat je toch alweer een beetje in het ritme komt? Ja, zeker. Indoorcup is sowieso iets waar wij eigenlijk als team al het hele jaar naar uitkijken. Het is gewoon echt weer een beetje het begin van het nieuwe seizoen. Nou, dat is leuk om te horen, want dat vinden we altijd leuk hè, in Schiedam, want het is al een aantal jaren. Vrijdag is het toernooi begonnen, zaterdag en dan ook zondag is dat toernooi er nog. Ja. Hoe zit het dan? Verblijven jullie ook hier nu in de buurt? Eigenlijk woont iedereen hier in de omgeving, dus ja, op zich het is niet heel ver om te reizen. Maar we gaan wel gewoon leuke dingen met elkaar doen. Vanavond gaan we lekker uit eten met z'n allen en dan gaat iedereen gewoon weer naar zijn eigen huis. Dan ga ik weer terug naar Martijn, want ja, het is voor jou denk ik toch ook al wel een eerste aanzetje om een team bij elkaar te krijgen en om dat teamgevoel te kweken. Absoluut. Kijk, wat voor ons nu heel anders is dan zich vorig jaar, wat ik net zei, was het eerste jaar met een nieuwe ploeg. Ook het eerste jaar dat ik ervoor stond. En we zijn nu gewoon in de tweede fase. Dus het is leuk, vorig jaar ben je aan het bouwen en nu ben je aan het doorbouwen. We hebben wel een nieuwe staf, uitgebreide staf en een nieuwe manier van coachen. Ik heb altijd zelf het derde honk gecoacht en vanaf dit seizoen ga ik vanaf de bank de leiding houden. En daar moet ik aan wennen, maar daar moeten ook speelsters aan wennen. En de wedstrijdmomenten zijn dan gewoon heel erg lekker om te hebben. Dus we zijn hier heel blij mee. Wat zijn je verwachtingen voor het seizoen 2017? Mijn verwachtingen zijn dat wij gewoon weer een stap verder gaan. We hebben afgelopen jaar uiteindelijk een heel goed seizoen gedraaid. Hè. In de stand wilden we wel wat meer. Maar als je ziet welke ontwikkeling we doormaken met een hele jonge ploeg, is dat gewoon heel leuk. En dat moeten we nu doorzetten. We hebben jonge versterking erbij van 17 jaar. We hebben een pitcher die vorig jaar het hele jaar geblesseerd is geweest, die nu weer aan het gooien is. Sluit net de wedstrijd goed af. Ik verwacht een heel leuk seizoen, waarin we gewoon weer hoger gaan eindigen dan afgelopen jaar. Nou, dan ga ik tot slot nog eventjes naar Britt. Hoe loopt het tot nog toe met het team? Hebben jullie al een beetje een teamgevoel? Sommige meiden van ons team die spelen al een aantal jaren met elkaar. En ook vanuit de opleidingsstichting Zuid-Holland spelen we al een aantal jaar met elkaar. Dus eigenlijk, het is niet heel nieuw. We zijn gewoon best wel op elkaar ingespeeld. En ook, ja, we kunnen het allemaal goed met elkaar vinden en dat helpt ook natuurlijk. Ik denk dat jullie, als het zondag allemaal geweest is, dat je dan weer tevreden kunt terugblikken op deze editie. Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk dat ik ook wel heel erg blij ben als ik weer in mijn bed lig, als alles opgeruimd is. Maar zover, als het zo blijft lopen zoals het nu gaat, dan denk ik dat ik erg tevreden kan zijn.